De Brinno Construction Camera Pro, een geweldig handige camera voor het maken van langdurige timelapse opnames. Voordat we gaan kijken hoe de camera werkt, gaan we hem eerst uitpakken. Wat vinden we in de doos? Twee kleinere doosjes. We beginnen met de grootste van de twee doosjes en daarin vinden we accessoires. Heel belangrijk, de klem die wordt meegeleverd. En daarmee kan je de camera aan heel veel verschillende oppervlaktes bevestigen. En dankzij het meegeleverde voetje kan je hem zelfs ook als een tafelstatief gebruiken. Natuurlijk ook het nodige boekwerk. Twee stuks elastische binders, die kan je gebruiken om de camera om een paal vast te maken. Vier stuks AA-batterijen. Hartstikke handig dat ze meegeleverd worden. De camera werkt dus op vier AA-batterijen. Ook heel handig. Er wordt alvast een geheugenkaart meegeleverd. 8 gig. Het is niet heel veel. De camera kan namelijk maximaal 32 gig aan, maar 8 gig is een mooi begin. En als laatste in deze doos, twee lensdopjes. In een mooi piepschuim zakje. De weersbestendige behuizing en de camera zelf. Zoals je ziet wordt de camera dus geleverd in die waterbestendige behuizing. En ook in die waterbestendige behuizing heeft hij nog een extra stukje beveiliging meegekregen tegen het beschadigen. Een vervoerzakje. En als je die openmaakt, dan zie je de camera zelf. En wat opvalt aan de camera is het minimale aanwezigen van de knoppen. Heel veel knoppen heb je ook niet nodig. Dat is het mooie van deze camera. Je hoeft maar een paar knoppen te gebruiken om de interval te bepalen en daarna op de recordknop te drukken. En de camera doet voor de rest alles zelf voor jou. Ik heb de camera gebruiksklaar gemaakt en dat scheelt behoorlijk wat accessoires op de tafel. En het eerste wat me opviel bij de camera is dat de lens naar boven en naar onder bij te stellen is. En dat zorgt ervoor dat je een goede beeldhoek kan bepalen. Deze functie kan je niet gebruiken als die in de weersbestendige behuizing zit, want dan is die camera redelijk gefixt. Wel handig is dat je dankzij de knoppen op de achterkant van de behuizing ook dan de instellingen kan bepalen. En het gemis van die flexibele lens, dat wordt opgelost door het balhoofd wat meegeleverd wordt. Immers, deze kan je ook verstellen zoals je dat zelf wil. Ik heb hem dus helemaal klaargemaakt voor gebruik. En dat betekent dus dat de vier batterijen er alvast in zitten. En die vier batterijen, die zorgen ervoor dat je onder de meest ideale omstandigheden 168.000 opnames kan vast laten leggen. Even een snelle rekensom. Maak je een video met 25 frames per seconde, dan betekent dat dat je 112 minuten aan film hebt. Doe je elk uur een afbeelding, dan kan je maar liefst 160 dagen opnemen. En dat dus op maar 4 AA-batterijen. Is dat niet genoeg aan stroom voor je, dan kan je ook nog gebruik maken van een powerbank dankzij de micro-USB aansluiting. Je afbeeldingen worden trouwens in de camera zelf gestitcht. Dat hoef je dus niet zelf na de tijd nog eens te doen. En ze worden afgeleverd als 720p video. De Brinno Construction Camera Pro is voorzien van een goede beeldsensor en een lichtsterke lens. En dat zorgt ervoor dat je een goed dynamisch bereik hebt. Een goed dynamisch bereik is belangrijk zodat de luchten niet overbelicht raken en de construction site niet onderbelicht is. Het is een hele mooie, goede afweging tussen het licht en het donker voor een zo goed mogelijk overzicht. Het bevestigen van de camera is echt heel erg makkelijk. Het klemstatief wordt geleverd met een snelkoppelingsplaat die je onder de camera of de onderwaterbehuizing kan plaatsen. En je schroeft hem vast en hij is klaar voor gebruik. Daarna is het een kwestie van de klem zo ver mogelijk open draaien. In ieder geval zo ver als het nodig is om een buis heen te passen, om een plank, een paal, waar je hem ook op wilt bevestigen. Redelijk ver zo. En draai je statief weer dicht. Goed vastdraaien, want ja, je kan hem dus heel lang laten hangen, moet je ook zorgen dat hij goed vasthangt. Je bepaalt de positie en hij is klaar voor in gebruikname. Dat kan je dus met een statief doen, maar je kan het ook met de binders doen. De weerbestendige behuizing die kan je dus ook met die binders vastzetten. En dat doe je door middel van deze twee oogjes in de behuizing. En daarin haak je de binder vast.
Je slaat hem mooi om de paal heen. En ook dan ben je weer klaar om te filmen. Zoek jij nou een camera waarmee je langdurige timelapse opnames kan maken, zoals bijvoorbeeld nodig bij een bouwproject, dan is de Brinno Construction Camera Pro misschien wel wat voor jou. Heb je verder nog vragen over deze camera? Stel ze gerust hieronder in de comments. En vond je de video leuk? Geef hem een duimpje. En wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer je dan op ons kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.